Ja, Tommy Coronel, broertje van Tim, de Dakar legend killer, hoe je hem noemen wil. Hij heeft mij er weer ingeluld, daarom ga ik weer met de buggy rijden. Ik heb vorig jaar gezegd dat ik het niet meer zou doen na dat avontuur wat ik heb meegemaakt. En de documentaire Dakar, I love it, I hate it. We gaan weer alleen, solo. Een paar dingetjes veranderd, maar de grootste verandering dat zie je hier. Er zit namelijk geen voorruit meer in, dus die vind ik altijd nog wel een klein beetje spannend. En ik denk als ik finish dat ik heel blij mag zijn. RTL hoop ik zoveel mogelijk beelden te geven, want ik neem wel meer de Tomcam mee. Dus de camera, als ik andere Nederlanders zie met problemen, dan stop ik, stap ik uit, even heel snel een interviewtje filmen en dan ga ik weer verder. Dit is waarom ik hier ben, in Argentinië en natuurlijk Bolivia. Maar één ding is belangrijk voor mij, finish. En hij loopt goed.